Ja, hier is Fishy weer en ik ben hier met Remco. Dit is wedstrijd van de week. Remco heeft gekozen, dus als het niet goed was, geeft iedereen gewoon Remco de schuld. De vorige was het ook al niet goed, zag ik. Ja, dat zijn we van... Ja, we proberen ook een beetje andere teams uit te kiezen. Hè? Het is niet alleen dat het... Ja, misschien richting het einde van de competitie, dat je dan misschien wat meer gaat opletten op de beslissende duels natuurlijk. Maar in principe, ja, in het begin is het natuurlijk een beetje roleren. AZ-Vitesse overigens is wel een hele leuke wedstrijd, want dat is nummer 1 tegen nummer 3. En de leuk spelende ploegen tot nu toe. Vind je dat echt? Ja, vind ik echt. Oké, dus geen PSV. En Vitesse, en allebei zijn ze potentieel verrassing van het seizoen. Die zeg maar mee kunnen met de top. Ja. Als ik nu mijn geld zou moeten zetten, zou ik denk ik toch op Vitesse zetten. Die hoog gaat eindigen aan AZ. Over deze wedstrijd? Deze wedstrijd, ja, het is thuis AZ, hè. Nou, en dan misschien, ja, ik denk Vitesse wel gaat winnen. Een drietje voor, een tweetje voor Remco. Laat jouw voorspelling eventjes achter bij de comments, dan gaan wij over naar de wedstrijd. Dames en heren, thuis, ik ben even ten aanval en Juri Remy. Eventjes Remco inmaken. Zit jij je opstelling ook een beetje op aangepast? Nee, niet. Ik zal wat te maken krijgen met Woutje Weghorst en Jan Baks. Ja hoor, bij mij wel. Ja, weet je wat het is? Ten eerste weet ik nog eens wie allemaal er speelt. Dus dat is een beetje lastig. Want ik weet echt niet van elk team. En ten tweede, ja, we wachten gewoon op een nieuwe FIFA, dus ja. Die kan erin, hè? Voice crack. Was het trouwens. Die kan erin, joh. Lekker. Lelijk man, dat witte shirt eigenlijk. Ik had liever gewoon met mijn thuisshirt gespeeld, denk ik. En neem dat lekker balletje. Uit, zou ik zeggen. Ja, nah! Wat was die keeper aan het doen? Dat is echt zo slecht. Ik moet de goal maken. Jezus. Dat is een knappe goal. Ik wilde hem stiften, maar ik heb geleerd eerst afmaken en dan... die keeper, kom op nou. Jezus. Zag ik kan gewoon zeggen, goed diagonaal ingeschoten. Nou, dag. Het was gewoon laag, het was gewoon half, zeg maar. Dat was mooi door het midden, ja, een beetje. Ja. Oh, de verkeerde knop. Net de keeper. Heb je als keeper ingezet dan? Zeg ik gewoon Bizotje of niet? Of is het tegenwoordig? Ik weet nu al niet wie de keeper is van een dingetje. Ja, Bizotje. Ik weet niet of hij nog steeds keeper is. Zo goed heb ik op AZ gelet. Dus ja, sinds we verloren van die Almaty heb ik het een beetje losgelaten. Hij krijgt zijn voet niet goed achter de bal. Ik kan er wel redelijk doorheen dribbelen met deze mannekes. Hij gaat richting goal van de tegenstander. Dus kijken wat hij nu gaat bedenken. Oh, nou die mag er ook iemand tussen de palen. Wat doet hij? Ah, kom op! Misschien is het zijn verkeerde been. Ja, het zou kunnen, maar ik weet het niet. Ik ken echt, ik ken niet van elke speler ken ik het, maar ja, misschien omdat ik uit die... Oh, nee, dat is geen overtreding, scheids! Ja goed, dat paasje biedt mogelijkheden. Oh, ik heb weer kunnen. Jezus, mensen. Ja, natuurlijk, schiet lekker, ja. Oh! De bal raakt de lat achter. Scheids? Ik werd gewoon geduwd, hè? Zag je niet? Ik werd in mijn hand met jou... Zo, zo tegengehouden gewoon. Ja, geen VAR. Nou, dat kan. Oh, nee. Nee, come on! Het is gewoon een mislukking. Ik drukte best wel hard op B. En dan raak ik me voor half verkeerd. Die laag het hoekje in. Ja, het past wel echt precies. Jezus, wie ben ik aan paal. Nou, daar gaan we tegen mijn broekie. Zo, die is hij kwijt. Keurig langs de man. Ja, o scheids. Geel, ja, tuurlijk. Hoppakee, door te gaan. Dat is geel. was goed, maar de keeper voorkomt een doelpunt. Gaat hij voor een schot? Nee! Oh, ik word gek als ik echt tegen je aanschot. Voor mij wel, hè? Ja. Oké, nou, dat maakt het iets minder erg eigenlijk. Mag ik ook gewoon een keer een corner gewoon goed raken? Daar raak je als keeper zeker niet van onder de indruk. Ah, come on! Nee! En nu uithalen. Dag controle, ik laat hem al los. Timmetje. Nou, dan kan ik al een verkeerd bus. Nee, dat heb ik ook niet nodig. Je moet gewoon goede spits hebben, daar gaat het om. Zoals de Engelsen zeggen, that's the whole egg eating. Huh? Het hele eieren eten. The egg eating. Dat is dus geen Engelse schreef, maar maakt niet uit hoor, hij is al leuk bedacht. Hè? Dat is Louis van Gaal Engels is dat. Laten we eens kijken wat hij gaat doen. That's the way the cookie crumbles. Ja. It's a different cook. This is a different kind of cookie. Hey, wat krijg je nou als veel ruimte? Ja, ik speel al... Oh my god! Oeps. Oh god, ik wil gewoon hard de korte hoek inschieten. Ja, want zoveel hat-tricks heeft hij nog niet gemaakt. Toch nog eens een Engelse uitspraak uitgooien? Ja, doe dat eens. Precious of the kettle. Nou, ik krijg toch de tyfus zo hé. Oh! Nou, dat gaat ook echt. Oh, lekker. Nee! Ja, maar die paas, die pyramid steekbal was echt heerlijk. Een poortje. Linzen. Oh, jammer, die ene paas is net niet. Ik wilde nog een flare pas doen, maar dit mislukte. Oeh, dat schot moet je niet zien, dat is echt heel lelijk was dat geanimeerd. Dit potje wordt wel erg eentonig zo. Dit zal... Dat ziet er goed uit. Oh, lekker keepertje met die vingertoppies hoor. Wat heeft hij voor ons in petto? Zal ik er toch heel iets van mij erin editen? De bal wordt voor het doel gebracht. Ja, je had 1-0 voor moeten staan. Oh, lekker! Oh! Ah, come on! En dan denk je best dat het Amerikaans voetbal is. Nou, dat viel mee hoor. Het leek erger dan het was. Er zijn diverse mogelijkheden voor een tegenstoot. Kut, ik wil dat trucje doen, maar het duurt zo lang dat hij dat doet. Oh, hij liep wel heel ver naar voren. Oh, ik zag mijn popje helemaal niet, die zat perfect achter jouw poppetje. Nou! Op 1 goaltje minimaal maken. Even voor de... Voor het goede gevoel. Wie weet levert dit een kans op. Huh? Ah! Nou, hij doet echt niet wat ik wil, de computer. Ja, dat is echt heel irritant dit. Bal voor het doel. Echt, die voorzet van mij echt verschrikkelijk. Daarom geeft het bijna nooit voor. Nou, lekker traag ook. Lekker gewoon. Of er moet nog wel een wondertje. Oh, dat is een mooie... Oh, dat is een mooie voorzet van mij, maar dat valt weer tegen. Zoek naar steun. Oh, lekker hoor, dat kontje aan, de billenbrand. Fuck dit! Als ze niet te lang wachten, kunnen ze nadeloos toeslaan in de omschakeling. De counter zag er veelbelovend uit, maar de tegenstander had het goed doorzien. Nu schiet het! Oh, nou, hij had hem ook nog bijna. Wat hè? Dat heb ik dabben. Buitens. Dan weet je hoe je speelt, dus dan speel je alles op de aanval. Ja. De keeper heet hem gewoon eigenlijk nog, dat is gewoon te slecht dat hij niet eruit krijgt. En nog maar 4 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Nou, dan heb je eretreffer. De bal wordt teruggelegd. Godkeleren! Ik zal hem doorskippen voor je. Nou, hij stond goed weer voortje of niet? Ja, nou, niet normaal man. En die heb ik afgehaald omdat ik niet met Mount wilde spelen, want die zit natuurlijk niet meer bij dingetje. Oh, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Oeh! Wordt dit het begin van een nieuwe aanval? Ik hoef niet eens op knop te drukken, dat pak automatisch af lijkt het. De wedstrijd is afgelopen. 5-1 thuis verliezen. AZ? Ja, ik denk dat de coach een probleem heeft. Nou, ze hebben een beetje marge, maar ja. Hé? Wat? Dat kon niet, want jij stond 3,8 ja, ik had een punt nodig. En ik moest met 2 doelpunten verschil winnen, dan had ik gewoon gewonnen. Ja, maar je hebt toch ook 5-1 gewonnen? Ja, maar nou, blijkbaar niet. Genaaid. Kijk wat er staat. Ja, maar je had aan het begin, je hebt sowieso 200. Ik had al. Hé? Wat raar iets in mijn beeld. Ik had wel gewonnen. Ik had al gewonnen en nou was nog niet voor gewonnen. Dat slaat me nou. Nou, maar jij was in beeld. Ja, ik heb de kampioen staat, maar jij kreeg de animatie. Nou. EA Sports, it's in the game. It's in the game. Ik zou zeggen jongens, drop een like een voorspelling 8 bij de comments. 5-1, thuisnederlaag voor AZ. Dat denk ik niet, maar het zou kunnen. Je weet het nooit. Het zou wat zijn als we dan een keer gelijk hebben. Gewoon 5-1. Bye bye. Dit is zo'n dag. Ja, dit is zo'n dag inderdaad. Later.